In dit filmpje gaan we nog wat meer functionaliteit toevoegen om met Microsoft Teams te werken vanuit PowerShell. En omdat we steeds gaan uitbreiden, gaan we nu overstappen naar het gebruik van een script, zoals dat we .py-files hebben in Python. Zo gaan we dus werken met een PowerShell-script. Ik ga opnieuw mijn PowerShell ISE openen, dus mijn Integrated Scripting Environment. En ik zal even laten zien, misschien waarom dat zo'n script nu ook extra van pas zal komen. Als ik zou willen connecteren met mijn Microsoft Team, dan zou ik moeten, als ik zoals daarstraks mijn verschillende kanalen wil laten zien, dan zou ik dus get Team Channel en dan hier Group ID. En dan heb ik dat ID van de groep weer nodig. Dat is dit hier. Ja, ik heb dat gekopieerd en geplakt even. Dan het volgende dat ik nodig heb. Ik heb hier niks anders mee nodig, want ik rijd dan alle kanalen van OS Scripting. Maar, even kijken. Ja, ik heb nu nog hier staan. Ik zal het even opslaan als een script. Dus, laten we het noemen. Working with teams.ps1, wat een script is. Ik zou het nu eens kunnen uitvoeren. Oké, wat zie je nu? You must call the Connect Microsoft Teams commandlet. Dus dat wil zeggen dat wat we eerder gedaan hebben, in ons eerder filmpje, dat is niet onthouden. Elke nieuwe PowerShell-sessie die je start, ben je die verbinding kwijt. Dus je gaat die opnieuw moeten toevoegen. Nu, je zou kunnen. Om terug te verbinden, zou je dat op dezelfde manier kunnen doen als dat we dat eerder gedaan hebben. Dus connect Microsoft Teams toevoegen. En dat eens een keer doen. Dus dan hebben we terug dat venstertje, dat is eigenlijk een browservenster. En dat gaat ook in een script, dat is op zich geen probleem. En we krijgen dan uiteindelijk die resultaten hier te zien. Nu, ik zou liever hebben eigenlijk dat er toch uitdrukkelijk wordt gezegd die resultaten. Het is niet omdat die geproduceerd worden dat die hier verschijnen, maar ik zou die graag echt tonen op het scherm, zoals dat je dat in Python zegt dat je iets wil printen. Dus ik ga hier ook write output toevoegen. Dat is een eerste kleine verbetering die ik wil doen. Dus dat gaat niet zoveel zichtbaar effect hebben, maar het is wel een betere manier om het te doen eigenlijk. Nu, iets anders is dat venster van Connect Microsoft Teams hier. Ik ben daar niet zo'n voorstander van, omdat dat heel specifiek is voor Microsoft Teams. Dat is één functie, ja, Microsoft Teams zit in de naam. Dus je kan diezelfde aanpak niet echt overdragen naar andere programma's. Bovendien, je zit hier met een browservenstertje, maar wat als jij bijvoorbeeld via de command line aan het inloggen bent? Dan is dit ook niet zo handig. Dus we gaan een alternatieve manier gebruiken om onze login te doen. Die alternatieve manier, daarvoor gaan we eerst nog iets extra toevoegen. We gaan daar de commandlet get credential voor gebruiken. Dus get credential. Credential is eigenlijk een aanmeldingsgegeven, zoals een gebruikersnaam of een wachtwoord. En we gaan die functie gebruiken. Ik ga eerst de hulp daarvan opvragen. Dus get help, get credential. En dan zie je hier creates credential object for a specified user password. En dat kunnen we dan gebruiken in security operations. Dus dat is ook hoe dat je dat best zou doen als je zelf script schrijft. Je vraagt niet aan de gebruiker om zijn wachtwoord in te typen enzovoort. Want als je dat zelf doet, dan zijn er altijd veiligheidsrisico's. Bijvoorbeeld iemand die dan achteraf jouw terminal open doet en dan door terug te scrollen misschien aan de gegevenskant. Het gaat afhangen van de instellingen van je terminal, maar het is niet uitgesloten. Dus we zouden dat liever niet hebben. We zouden ook graag hebben dat we wel via de command line kunnen inloggen. Dus we gaan daar die universele oplossing voor gebruiken hier. Ik ga ook laten zien even dat je voor Connect Microsoft Teams hier
heb je zo'n named parameter. Dat is hetzelfde als een keyword argument in Python. Voor credentials. Dus eigenlijk alles waarbij dat je gaat moeten aanmelden in PowerShell, zal dat wel zo wat ondersteunen dat je die credentials gebruikt. Nu, hoe gebruik je die? Wel, wat we gezien hebben bij die andere hulp, getCredential, dat geeft u een credential object. Dus je kan dat object toekennen aan een variabele. Dus we zullen hier variabele credential, dus in PowerShell beginnen onze variabelen met een dollarteken, is gelijk aan getCredential. Dat is op zich in orde, dus dan moeten wij zeggen wie we zijn. Daar gaat ook een venstertje voor komen nu, maar in principe, afhankelijk van hoe dat je systeem hebt ingesteld, kan je zorgen dat dat op de command line gebeurt. Dus dat zou beter zijn voor remote access bijvoorbeeld. Connect Microsoft Teams, dat gaan we dan op deze manier oproepen. Dus met die credential erbij. Hier. Credential en dan hier. Credential. Dus we gaan dat credential object meegeven en op die manier gaan we onze verbinding maken. Dan is ja, de sessie waarin het script loopt aangemeld. En dan kunnen we dus hetzelfde doen wat we eerder hebben gedaan, plus die write output daarachter, om dus eigenlijk de informatie die we krijgen echt te printen.